Yo, what up YouTube? Leuk dat je weer zit te kijken naar een nieuwe video en welkom bij deze achteraf commentary slash praatvideo. Maar voordat ik ga beginnen ga ik even zeggen waar je naar zit te kijken op de achtergrond, want het is gewoon een simpele, ja, potje tegen bots. Dus het stelt niet echt veel voor waarin ik een nuclear haal, dus niet echt heel bijzonder. Maar ik dacht het is wel gewoon even leuk om te gebruiken als achteraf commentary video, als praatvideo of whatever. Dus vandaar dat ik deze gebruik. En ik speel hier trouwens met de Freaks. Ik wou gewoon even een potje testen hoe het zou zijn met de Freaks. En het bevalt me aardig. Maar, waar gaan we het in deze video over hebben? Nou, we gaan het hebben over wat verschillende dingen. Ten eerste over de giveaway. We gaan het hebben over haters. We gaan het hebben over nieuwe serie ideeën. We gaan het hebben over Black Ops 3. Dus een hele hoop waarmee ik jullie ga entertainen hopelijk in deze video. En laten we maar gelijk even gaan beginnen over de haters. Want ik krijg de laatste tijd wat berichten in mijn inbox van mensen die zeggen van ja Rex, jouw gameplay is gewoon bullshit. Jij speelt het niet zelf. Er zit iemand naast jou die jouw gameplays haalt. Er zit iemand gewoon voor jou te spelen en jij lult die video vol, want daar ben je goed in. Dus ik dacht bij mezelf van waar gaat dit heen? Want hoe meer subs ik krijg, ja, dus de meer haters op mijn pad komen. En ik haal mijn commentaries of mijn gameplay. Mijn commentaries doe ik zelf. Mijn gameplay doe ik ook gewoon zelf. Ik vind het wel een beetje jammer. Want ik vind van als je skilled based bent en je krijgt gewoon meer, ja, subs en meer abonnees, dan gaan opeens de mensen naar je haten. Terwijl hiervoor, als ik op de 80 of de 100 subs had, was er gewoon alleen maar love naar mij toe. En het lijkt wel dat mensen het gewoon niet kunnen hebben dat je groter groeit in de YouTube community. En dan krijg je ook valse beschuldigingen. Zelfs een exposed video van mensen die gewoon een video eraan toewijden dat ik gewoon, ja, niet zelf speel, dat ik fake ben en dat het mij gaat om geld en whatever. Nou, ik verdien nog geen ene klote aan dit, dus ik snap ook niet waarom ze dat zeggen. Maar goed, ik wou gewoon even dat kwijt aan jullie, want ik vind het gewoon totale bullshit natuurlijk. Want dan heb ik zoiets bij mezelf van, ja, ik zou het doen voor het geld. En dan, nee man. Ik bedoel, ik doe gewoon een tweede kanaal ook omdat ik het gewoon super leuk vind. Dan komt er ook gewoon natuurlijk gewoon wat andere gameplay online dan alleen Call of Duty en zombies en GTA. Want dat vind ik ook gewoon leuk om te doen. Dus vandaar mijn extra kanaal. Dan wil ik het even met jullie ook nog gaan hebben over de giveaway. Want we naderen het einde van de wedstrijd. En ik zie niet zo heel veel interactie nog. Het zijn mensen die niet begrijpen wat er gedaan moet worden. Maar het is eigenlijk gewoon heel simpel. Je moet gewoon de video's checken. En ik zal ze afchecken. Want soms zit er een letter aan het begin van de video. En soms helemaal aan het einde. En soms in het midden. En soms, weet je, dus vandaar dat je gewoon de hele video moet checken. En met elke letter wat jij krijgt. En het is gewoon in een goede volgorde. Kan je een zin maken. En met die zin kan jij gewoon, ja, een vraag maken. En die vraag, daar moet jij dan weer een antwoord op geven. Dus ik denk dat ik het misschien met jullie gewoon anders ga doen. En dat ik gewoon de vraag maar gewoon ga stellen. Want ik wil gewoon graag de giveaway doen natuurlijk. We zitten ondertussen alweer op 417 abonnees. Dus ja, ik wil gewoon heel graag die giveaway voor jullie gaan doen. Dus ja, daarover meer natuurlijk. Ik heb ook nieuwe serie ideeën. How to play COD. Dat leek me wel leuk. Hoe ik Call of Duty speel. Ook een beetje tegenover de haters natuurlijk. Dat ik laat zien hoe ik begin aan een potje. Hoe ik de map beloop. Hoe mijn strategieën zijn. En ja, waarvoor ik dus speel. Bijvoorbeeld als ik voor een MOAB speel. Wat dan mijn strategie is. Welke wapensets. Welke perks. Misschien vinden jullie dat ook leuk. Dus laat het eventjes dan beneden in de reacties achter natuurlijk. Dan weet ik of ik dat moet gaan doen natuurlijk. En ja, Black Ops 3. Ik heb er zoveel zin in. Ik heb hem gepreorderd. Ik heb zin in de beta. En ja, het zag er awesome uit. Het geeft echt weer een vertrouwen. Gewoon dat het een goede COD gaat worden dit jaar. Gewoon een beetje Black Ops 2 met een nieuwe saus eroverheen. Helemaal awesome natuurlijk, want Black Ops 2 was gewoon goed. Er zit niet zoveel met exo bullshit in. En we gaan wel de future in natuurlijk. Maar dat is alleen maar awesome. Ik vind wel dat ze een goede afweging maken. Dus ik heb er super veel zin in. Ik weet ook niet van jullie. Like natuurlijk deze video eventjes als je gewoon hebt genoten van, ja, de informatie en de gameplay op de achtergrond. Ook al is het tegen bots en hier sleep ik als het goed is nuclear binnen. En dan was dit alweer het einde van deze video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Als je dit natuurlijk leuk vond, geef me natuurlijk een like. Wil je meer zien, abonneer dan eventjes hier beneden op mijn kanaal. En dan zie ik jullie bij de volgende video. En dat hopelijk is dat een Call of Duty tip video. See you later. Bye bye.